Op de plek van de huidige Jan Massinghal moet in 2028 een gloednieuw sportcomplex komen te staan. Vanaf juli zal de hal gesloopt worden en moet deze plaats maken voor een nieuwe hal. De plannen voor het nieuwe complex met zwemparadijs zijn gisteren gepresenteerd door de gemeente en andere betrokkenen. In de plannen van een vernieuwd gebied Winkelsteeg, waar wonen, werken en recreëren bij elkaar komen, hoort ook een nieuw sportcomplex met zwembad. Afgelopen maandag zijn de plannen hiervoor gepresenteerd. Het oude complex is volgens wethouder Broeren zwaar verouderd. De nieuwe hal moet dan ook een stukje duurzamer worden en daar is in het ontwerp al rekening mee gehouden. De zwembaden zijn sowieso verouderd hè, en de sporthal, de Jan Massinghal ook, om te voldoen aan de nieuwe milieueisen. En dan kijken we naar, van kunnen wij dan alle bouwstoffen die we gebruiken zoveel mogelijk biobased maken? Dus dat het biologisch afbreekbaar is of uit de biologische stroom komt. En kunnen we zoveel mogelijk zeg maar, groen integreren ook in de architectuur? En dat hebben we eigenlijk op meerdere manieren gedaan. Dus aan de ene kant hebben we dan die heuvels en het park hebben we geïntegreerd. En aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld de materialisering heel erg vervangen door allemaal hout. Dus heel veel materialen kunnen hergebruikt worden. En het heeft ook een hele prettige, duurzame uitstraling. En dat past natuurlijk helemaal bij de groene ambities die wij in Nijmegen hebben. Het complex zal onder andere bestaan uit een vernieuwde sporthal met verschillende zwembaden. Naast deze voorzieningen is er ook rekening mee gehouden in de plannen om er grote evenementen te kunnen gaan organiseren. Zwembad dat eigenlijk ook geschikt is voor Olympische wedstrijden. Nou, dan zullen de Olympische Spelen niet zo snel naar Nijmegen komen. Maar van zo'n niveau is dit zwembad. En dat geldt ook voor de sportvoorziening. Die is ook eigenlijk heel groot. Die hebben we ook echt nodig als stad die blijft groeien. Wat we hebben gedaan is dat we op verdieping hebben dan de tribune zitten. En hebben we ook nog een galerij zitten. Dus wat je straks krijgt is dat je een soort van hele grote ring zeg maar, voor het publiek hebt om die hele grote sporthal heen. Dus hij kan heel multifunctioneel ingezet worden. En hij kan dus ook voor allerlei evenementen worden gebruikt. Zeg maar. En een groot voordeel van deze locatie is dat we het kunnen combineren met een parkeervoorziening. En ook nog woningbouw. En dat allemaal eigenlijk heel dicht bij elkaar, heel compact. Maakt dat je eigenlijk een prachtige voorziening hebt om te wonen en om te sporten. Wethouder Broeren van Sport vertelde dat dit nieuwe sportcomplex hard nodig is om topsport in Nijmegen naar een hoger niveau te kunnen tillen. Het wordt gewoon nu een gesplitste sporthal, zeg maar, tenminste twee zaaldelen. Om sport ook naar een hoger niveau te tillen moet je ook goede accommodaties hebben. En daar gaat het echt aan voldoen. Ik weet zeker dat het Nijmegen mee gaat helpen om de sport nog naar een hoger niveau te tillen.